Ik geef graag het woord aan Wiebe Wieling. Jimmy, dankjewel. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Het grootste gedeelte van de route is onvoldoende qua ijsdikte. Gemiddeld zit het zo rond de 10, 11 centimeter. Er zijn uitschieters van 15 centimeter, maar er zijn ook delen waar het nog maar 8, 9 centimeter dik is. Daarnaast is een deel van de route een zeer slechte ijskwaliteit. En tenslotte, de weersverwachtingen zoals die op dit moment zijn, brengen ons geen verbetering tot zondag. En zondag zal de dooi intreden. Ik kan u zeggen dat dit een heel moeilijk, maar unaniem besluit is van het bestuur, maar ook van alle rajonen. Ja, dit is toch jammer? Ik gun het u wel. Het kan niet. Ik gun het u nog meer als mee, weet je. Ja. Het is frustrerend. Ja, nee, ik heb gewoon een gevoel dat nee, ik gun het dus niet voor mezelf, maar het is ook voor al die marathonschaatsers die er hier jaren naartoe leven. En ik had het zo graag gewild. Ja, maar jij toch ook? Wat ga je doen? Ga je kippen ook in elkaar schoppen? Wat ga je doen vanavond als je thuis komt? Nee, ik ga niks doen. Nee. Nee, dus een beetje moet kijken, al die marathonrijders die vandaag op in gereden hebben, die balen ook vreselijk. Want die hadden leuk zo'n NK, leuk Jorre Bergsma. Maar Jorre die dacht van, dat is maar één ding, dat is belangrijk. Dat is volgende week komt die Elfstedentocht. Mm-hmm. Leuk hoor, alternatieve Elfstedentocht. Hier ging het om. Dit is de wedstrijd. En dit is gewoon Nederland op zijn best. Het leger stond al klaar. De KLM ging alle tickets alweer terugboeken. En allemaal leuke initiatieven waren er. Van Bentham zou komen. Van Bentham zit al in het vliegtuig. Dat is ook geweldig. Dat hij komt lekker bij thuis komen. Nou, het is gewoon verschrikkelijk jammer. Maar ik kan me hier op zich. Ik kan me er ook altijd nog snel bij neerleggen. Denk, als ik niet kan, dan kan ik niet. Ja, zoveel is duidelijk. We hadden eigenlijk bedacht met z'n allen dat Erik Hulsebost tenslotte van plan om 11 keer te gaan zingen tijdens het parcours. In elk cafeetje zou je even aanleggen. Ja. Uurtje, half uurtje zingen en weer door. Cafeetje hebben we helemaal nagebouwd. Ja. Wat gaan we doen? Gaan we toch muziek maken? Ja, tuurlijk. Ja, en een vrolijk nummer. Juist een vrolijk nummer, ja. Je moet een vrolijk nummer doen om de mensen Ik weet nog niet welke nummer dat gaat doen. Nee, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik zing 85. Ja? Die afgelast. Ja. En 3 weken later was zoveel winter. Ja, precies. Ah, kijk. Oh, zo pas. Ja. Wat zei die? 85, begin. Dat is eind februari. Ja. Dames en heren, Erik Hulsebos. Wat ga je zingen? Ik heb geen flow idee. Hij was maar een clown. In het wit en in het rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. Ga niet door, hè? Hij lachte en sprong in het felgele licht. Maar onder die lach zat een droevig gezicht. Helaas, de clown is dood. Over 14 jaar komt hij vast. Ja, tuurlijk. Ja. Het laatste woord van deze uitzending is voor Erben Wennemars. Sluit hem af zoals je zelf wil. Ik heb het gevoel dat we je bijna pijn doen door iets van vrolijkheid te creëren. Dan is het woord echt aan jou. Ik heb best wel veel praatjes altijd. Maar ik heb nu echt geen praatjes. Ik heb het echt. Ik had het echt niet verwacht. En ik vind het heel erg jammer voor ons allemaal. En laten we alsjeblieft hopen. Ik ben altijd wel in de dromen en denk altijd in mogelijkheden. Ik probeer altijd dat het alsjeblieft nog een klein beetje gaat vriezen. En dat het eventueel 25 februari, dat er dan een Elfstedentocht komt. Tot zover, tot morgen.